leuke dingetjes. Ik heb een woord. Een verkeerskort. Goedemorgen, het is momenteel vrijdag. En vandaag beginnen we de dag met hoekenwerk. En dat zijn eigenlijk allemaal activiteiten die te maken hebben met lesstof die de kinderen hebben aangeboden gekregen. Ik zal even een paar dingetjes laten zien die we hebben. We hebben schule, want daarbij leren de kinderen rekenen. Omdat daar natuurlijk allemaal regels aan zitten. We hebben verkeerskwartet om de verkeersborden even goed te leren. Ze gaan hier op de Chromebook aan de slag. En daar gaan ze klokken oefenen en ze gaan spelling oefenen. En we hebben in het lokaal hiernaast ook nog leuke dingetjes. Want we gaan altijd met de twee groepen vijf door elkaar die spelletjes doen. Dus ik heb hier zes dingetjes en daar zijn zes dingetjes. Ik heb hier ook dingen als knutsels afmaken. En ik heb gewoon een leuk spelletje voor erbij. Maar we hebben hiernaast ook leuke dingen. We hebben hier een spelletje met de themawoorden van taal. We hebben hier een spelletje om de tafels mee te oefenen met dobbelstenen. We hebben een potje dammen. En dan hebben we in allebei de lokalen gewoon de leeshoek. Ik heb de leeshoek voor de boeken. En de andere groep 5 heeft de leeshoek met allemaal kranten. Dus er zijn genoeg plekken om te lezen. Vandaag gaan we beginnen aan een hele leuke knutsel, namelijk luchtballonnetjes. Ik heb even een proefje gemaakt gisteren. Hij is niet helemaal hoe ik hem wilde. Dus ik ga hem aan de kinderen uitleggen hoe die wel moet. Maar dit is dus mega cute. En dan gaan we ze zo allemaal aan een slinger hangen. En dan denk ik dat dat er wel heel schattig uitziet. Dus ik zet nog even snel bordkaart Ginzy. Dat is dus zo een kiesbord. Deze is nu natuurlijk nog leeg. Maar de kinderen hebben van tevoren al gekozen in welke hoek ze vandaag willen. En dat staat allemaal al klaar. Maar ja, ik kan dat natuurlijk niet laten zien, want de namen van de kinderen staan erop. Maar we hebben dus knutsel afmaken, leeshoek. We hebben smart games. We hebben krantlezen, dammen, match it. We hebben klokken oefenen. Verkeerskwartet, tafelvierkantjes, we hebben schule, pico piccolo is met die taalthema-woorden en we hebben spelling oefenen. Dus we hebben een hele hoop leuke dingen. Daar gaan ze eerst 20 minuten mee aan de slag en daarna gaan we gewoon ieder weer naar zijn eigen klas en dan gaan we beginnen. Maar ik ga mijn koffie even meenemen en dan gaan we even met alle collega's bij elkaar zitten voordat de kinderen komen. Ik heb de schoolbak maar even hier gezet, want we waren iedere keer zo aan het verslepen, iedere keer met hoekenwerk. Ik denk, hij past hier ook prima, dus zet ik hem hier neer. We hebben lekker geknutseld, het was heel gezellig. Ik heb nu alvast wat voorbereid voor volgende week. Want we hebben dan de basis van de luchtballon gemaakt. Maar we moeten de mandjes nog maken, dus die heb ik allemaal alvast geknipt. Ik moet dadelijk alleen nog even iets van touw of zo gaan zoeken. Dus daar ga ik zo meteen naar op zoek. Dan ligt de knutsel voor volgende week gewoon alvast klaar. Is alleen maar fijn. Ik heb net alles nagekeken, ik moet nog een paar rekenwerkboeken nakijken. Maar ik wil vandaag lekker vroeg op tijd naar huis in ieder geval, want ik ben deze week iedere week best wel lang gebleven, iedere dag. Dus daar gaan we even verandering in brengen. Ik ga mijn spulletjes zo meteen ook even voorbereiden voor dinsdag. Dus daarin neem ik jullie mee. Dus wat doe ik nou qua voorbereidingen aan het eind van een dag? Dus dat zo meteen. Ik ga eerst even pauze houden, dus tot zo. Dit is dus het liedje die ik altijd gebruik om op te ruimen tijdens het knutselen. Ik vind hem echt geweldig. En de kinderen gaan altijd los. En het is altijd echt netjes opgeruimd. Ze horen het muziekje en ze weten gelijk, ik moet opruimen. Dus dat is echt mega fijn. Ik vind het echt leuk. Ik ga even mijn bureau naar beneden doen. Want dan gaan we even voorbereiden voor dinsdag. Ik ben al best wel ver. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Ik pak dan altijd de weekplanning erbij die ik samen met mijn deelcollega heb gemaakt. En dan ga ik even kijken wat we gepland hebben. We hebben vanaf volgende week IEP-toetsen. Dus daarvoor moeten we veel tijd indelen. Dus we gaan voornamelijk eigenlijk heel veel zelfstandig werken zodat de kinderen stil zijn. Want ik wil dinsdag en woensdag wil ik het technisch lezen bij de kinderen gaan afnemen. Want je kan dat maar gehad hebben en dan als uitloopt, dan heb ik nog genoeg tijd. Maar dat betekent dat de kinderen heel erg stil aan het werk moeten. Dus ik wil even wat dingetjes gaan klaarzetten. Bundels op Ginzy. En gewoon werkboekjes, zodat die kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Dus dat gaan we regelen. Ik heb even een werkboekje gemaakt voor klokken oefenen. Dat is niet voor dinsdag, maar dat is voor in hoekenwerk. Want ik zei vandaag dat in hoekenwerk natuurlijk het klokken oefenen op de Chromebooks is. Maar iedere keer werkt die Chromebooks ochtends vroeg niet zo goed. Dan moet wifi even opstarten, denk ik. Dus dan doet hij het nooit zo goed. Dus ik heb even een werkje gemaakt. Die zijn nu aan het kopiëren met Nietje erin. Dus dan liggen die klaar voor woensdag. Want woensdag hebben we weer hoekenwerk. En nu ga ik even een bundel maken op Ginzy. Ik heb even gekeken welke spellingsdoelen er voornamelijk aan bod komen in de IEP. En welke dus belangrijk zijn om nog eventjes kort te herhalen.
Dus daar heb ik nu even een bundel van gemaakt. Ik heb alle doelen toegevoegd. En daar voeg ik dan de leerlingen aan toe. Dat kan ik natuurlijk niet laten zien. En dan kan ik hem activeren. Oké, ik heb online heel veel... ik heb digitaal heel veel klaargezet. Dus ik heb een bundel spelling klaargezet. Ik heb op taaloefenen.nl heb ik een hele grote taak klaargezet. Ik ga de oefenboekjes van Schrijf ga ik uitdelen. Dus daar kunnen ze in werken. Ik heb een begrijpend leeswerkboekje. En een normaal schrijfboek. Dus die ga ik nu allemaal uitdelen dat die op de tafels liggen. Dan kunnen zij die gewoon lekker bij hun houden. Ik ga even een hele hoop uitdelen en leggen op de tafels van de kinderen. Gewoon zodat ze zo min mogelijk hoeven te lopen. En dat ik dus de kinderen zo min mogelijk hoor. Ik hoop gewoon dat ze echt heel erg zelfstandig kunnen werken. Meestal kunnen de kinderen dat, maar het ligt een beetje aan de dag. Maar ik ga dit even uitdelen, zodat dat op de eerste tafels ligt. Ik had trouwens echt heel lief een cadeautje gekregen vandaag van de kinderen. Een puzzel. En op die puzzel staat dan... Wat was nou? Lieve juf, bedankt dat u mij heeft laten groeien. Ik heb hem heel snel in de pauze in elkaar gezet. Heb ik niet gefilmd, maar echt super lief. Dus die neem ik mee naar huis. En dat vind ik wel heel erg leuk om even ook aan mijn ouders te laten zien. Ik denk dat ik alles heb voorbereid voor dinsdag. Ik heb op alle tafels en stoelen spulletjes gelegd die ze dan gelijk bij zich kunnen houden. Om zo het lopen door de klas zo min mogelijk te houden. En dan hebben ze als het goed is alle spullen bij de hand die ze nodig hebben. En ik heb alles op het digibord klaarstaan. Dan heb ik allemaal op Ginzy gezet. En dan denk ik dat ik voor dinsdag klaar ben. Het bord schrijf ik dinsdagochtend wel. Mocht er nog iets veranderen, dan kan ik dat die dag zelf doen. Dan denk ik dat ik nu alles lekker ga inpakken, mijn tas ga pakken en lekker weekend ga vieren. Dus ik zie jullie zo thuis wel. Ik ben blij dat ik zit. Ik heb net lekker gegeten en nu is het tijd om Netflix te kijken. Het nieuwe seizoen van Bridgerton staat erop. En ik ben heel excited om te gaan kijken. Ik heb expres gewacht totdat ik weekend had, zodat ik het niet ging bingen. En dat ik ineens heel laat in mijn bed kroop. Dus nou ja, ik lig gewoon in bed. Maar je snapt wat ik bedoel, dat ik te laat naar bed ging. Want anders was ik niet gezellig in de klas. Ik was al zo moe, dus ik heb het bewaard voor het weekend. Dus ik ga zo meteen heerlijk Bridgerton kijken. Ik heb ook even... Ik heb een nieuwe verslaving, jongens. En dat is Aquarius. En dan de rode, die Red Peach. Zero Sugar Red Peach. I love it. Het is echt mijn nieuwe verslaving. Als je deze nog nooit hebt geprobeerd en je bent gek op persiksmaak, probeer hem alsjeblieft, want I love it. 7:15, dus ik ga zo heerlijk de serie aanzetten. Maar ik heb helemaal zin om die serie te kijken. Ik heb maar de hele dag al opgeheugd. Voordat ik het vergeet, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze juffenvlog. Vond je hem nou leuk? Geef hem dan even een duimpje omhoog. Als je het leuk vindt, kan je me volgen op Instagram. En je kan abonneren hier beneden. En vergeet niet op dat belletje te drukken. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer ik een nieuwe video post. En hoop ik je te zien bij een gloednieuwe video. De volgende keer weer. Bye!